Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 24 januari. Het is een bijzondere dag vandaag, want we hebben dagrecords te pakken. De temperatuur is inmiddels opgelopen tot ruim boven de 12 graden en zo zacht werd het nog nooit op 24 januari. Het is wel bewolkt en er valt hier en daar misschien nog een beetje motregen. Verder zat er een matige tot krachtige zuidwestenwind. Aan zee is de wind af en toe hard of later vanmiddag zelfs stormachtig. De temperatuur ligt dan tussen de 13 en de 14 graden. In de avond gaat het van het westen uit eventjes stevig regenen als een koufront passeert en daarachter gaat de temperatuur dalen. In het westen is het aan het eind van de avond een graad of 9. Morgen blijft het op veel plaatsen droog. Alleen in het zuidoosten van het land kan er nog wat regen vallen in de middag. Een enkel buitje is ook niet uitgesloten, maar zoals gezegd, de droge periode zullen overheersen. Smiddags is het zo'n 9 graden bij een matige zuidwestenwind. Op vrijdag en zaterdag kan de zon wat vaker doorbreken. Smiddags dus wordt het dan zo'n 7 tot 8 graden. In de nacht van vrijdag op zaterdag kan het lokaal licht vriezen. Zondag gaat het wat harder waaien, maar wordt het ook weer wat zachter. Maximaal liggen dan rond de 9 graden.